Wat was het hoogtepunt in je carrière? Zo, nu kwam de aap uit de mouw. Jammer genoeg had ik die vraag niet kunnen beantwoorden zoals het is gesteld. Want voor mij is bijna elke dag een hoogtepunt. En dat is puur om het feit dat ik met jou kan werken. Je weet, toen we jong waren, ging het niet al. Toen ik jong was, was het niet altijd koek en ei. Maar sinds ik met mijn moeder werk, en dat is volgens mij vanaf 2000 of 2001, hebben we juist een betere relatie gekregen. En dat is nog steeds zo. Dus voor mij is het elke dag een hoogtepunt dat ik mijn moeder elke dag 6 keer per dag kan spreken. Want dat doen we echt, hè. We bellen elkaar echt een aantal keer per dag tot de dag van vandaag. En oké, ik wil aanvullen, een van mij en wat je zegt, dat zijn ook mijn hoogtepunten. Maar echt wat eruit springt, zijn de reizen die we samen maken. Dan zijn we samen op reis en we hebben zoveel quality time, we lachen. We zijn altijd op één lijn in Suriname, business-wise. Ja. Kibbelen we wel eens en we komen er altijd uit. Maar op reis, dat zorg je voor me. Zoals er eigenlijk niet voor me gezorgd wordt als ik hier ben. Want bij jou mag ik alles. Maar ze heeft me wel geleerd hoe ik voor haar moet zorgen. Want dat is ook belangrijk, hè? Because ze heeft me geleerd wat ze leuk vindt en wat ze wil. En toevallig vind ik dat ook leuk. Ja. En eventjes een sideline. Want mijn moeder en ik reizen niet heel vaak, maar hebben genoeg gereisd. En dat kwam puur uit het feit dat ze me heeft geleerd dat als je een collectie samenstelt of iets doet voor het bedrijf, laat je vingers erin zitten. Dus daarom gingen we ook samen op reis. We deden alles zelf. Van het uitkiezen van de kleding, of van de woninginrichting collectie, het samenstellen ervan, het verwerken ervan. Ja. Alles wordt nog steeds zelf gedaan. Het prijzen ervan, alles wordt nog steeds zelf gedaan. Ja, en ik kan me herinneren, een van de hoogtepunten, ik zat niet zo lekker in mijn vel en toen gingen we op reis. En toen kwam je, we gingen een auto huren. En toen kwam je met een rode openkap auto. En je hebt gezegd, mama, this is it. We gaan, dit keer gaat onze business trip echt top zijn. Daar moet ik er zelf voor betalen. Ja. We gaan deze rode openkap rijden. But you're right. Ik denk de hoogtepunten voor mij zijn echt de kwaliteit met jou. De time met jou. Ja. That's it. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.